speel een carnavalsmuziekje in Oeteldonk en vanuit alle hoeken en gaten komen de Oeteldonkers tevoorschijn. Terwijl het toch eigenlijk een normale werkdag is voor het grootste deel van de provincie. Blij niet, want ik zie toch weer, elke keer ben je er weer verbaasd over dat je denkt van, nou ja, dit jaar is het een dinsdag, dat zit niet aan een weekend vast. Komen mensen dan wel of niet? Maar als je nou door de stad loopt, dan zie je al heel wat rood-wit-geel kieltjes, pekskes richting de parade schuifelen. Vorige maand nog vierde Oeteldonk haar 132-jarig jubileum. Dat noemden ze 11 keer 11 plus 11. En zo lijkt het wel of er altijd een reden is voor een feestje in de provinciehoofdstad. Nee, ja, luister, daar doen een hoop mensen, die doen daar heel erg raar over, vind ik persoonlijk. Wij vieren toevallig dit jaar, en dat doen we één keer in de 11 jaar, een jubileum. Er zijn mensen die vieren om de 5 jaar een lustrum. En wij doen het maar één keer in de 11 jaar. Dat wij daarnaast op de 11 van de 11 het carnavalseizoen openen. En dat we dan ergens in februari, ik min 15 februari, een feestje vieren. Omdat er een hoogheid aankomt. Maar daar is het. Meer doen we niet. De 11e van de 11e is in Oeteldonk een erg belangrijke datum. Je kan kiezen, je gaat op vakantie naar een warm land. Of je gaat hierheen en je krijgt een warm gevoel. Ik ga voor het laatste. En vanaf nu mogen we weer in onze kiel, in ons dasje, in ons sjaaltje, mogen we de stad in. En wanneer ga je weer een keer werken? Ja, dat is een bijzaak, hè. Als de consumptiemuntjes op zijn.